Welkom bij een speciale reportage over een zoektocht naar een veilige haven. En die zoektocht begon een week of twee geleden met de opera de St. Louis Blues, die in het Musis Sacrum werd opgevoerd. Wij mochten bij de repetitie zijn. We zijn bij het Musis Sacrum, waar we aanwezig mogen zijn bij de repetities van een Nederlandstalige opera, de St. Louis Blues. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, de slag om Arnhem en alles wat te maken heeft met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, wordt deze opera opnieuw uitgevoerd. Hoe het klinkt en hoe het eruit gaat zien, dat gaan we binnen bekijken. Gaat u mee? Daar kun jij kort vertellen wat de St. Louis eigenlijk was? De St. Louis is een boot. Eigenlijk een passagiersschip dat in 1939 afvoer met 937 Duitse Joodse mensen vanuit Hamburg richting Amerika. En zij wilden vluchten. Naar aanleiding van de Kristallnacht kregen mensen in de gaten dat het toch wel eens heel eng zou kunnen worden in Duitsland. En zij vluchtten met die boot. Ze hadden al hun geld en goederen gegeven richting Havana. 2,5 weken hebben ze daarover gedaan. En toen ze in de haven van Havana aankwamen, bleek dat Amerika, Canada en de Zuid-Amerikaanse landen hun grenzen hadden gesloten voor vluchtelingen. Na 2,5 week ronddobberen in die haven van Havana, en er is van alles geprobeerd om die mensen toch aan land te krijgen, konden slechts 30 mensen aan land, want die hadden een geldig immigratiepas. 907 mensen moesten onverrichte zaken terugkeren naar Europa. Inmiddels had Europa ook gezegd, wij sluiten onze grenzen voor vluchtelingen. Totdat België zei, wij moeten ons humaan opstellen. En die 907 mensen zijn verdeeld, er is een quotum ingesteld, zijn verdeeld over Frankrijk, België, Nederland en Engeland. En je zou kunnen zeggen dat eigenlijk alleen de mensen die in Engeland zijn aangekomen de oorlog overleefd hebben. Ja. Ja. Hoe maak je daar een opera van? Paul Binnerts is een fantastische schrijver. Hij schrijft voor toneel, schrijft ook romans en verhalen. Hij heeft het libretto geschreven. Naar aanleiding van een boek wat opgetekend is door iemand die het ervaren heeft. En ja, zo is het gebeurd. Ja. Maar dat is al eerder gebeurd, hè? In 1995 is de uitvoering voor het eerst geweest. Ja. Ik werkte toen bij Theaterproductiehuis Independants. En samen met Wim Boerman van Orkest Ereprijs hebben wij Giel Meijering opdracht gegeven voor de compositie. En Paul Binnerts opdracht gegeven om het libretto te schrijven. We hebben het toen in 1995 in co-productie met Schouwburg Arnhem toen nog 21 keer opgevoerd in grote theaters in Nederland. En nu is het 2019, precies 80 jaar later, verliet de St. Louis Hamburg. Mm. Precies 80 jaar later. En we vinden nu ook met alles wat er nu gebeurt rondom bootvluchtelingen, heden ten dagen, dat deze opera opnieuw getoond moet worden. En dat doen we. Ja. Is de uitvoering vergelijkbaar met die van 1995? Het libretto is nog hetzelfde, de muziek is nog hetzelfde. Orkest Ereprijs is er ook, natuurlijk. Ja. Er zijn andere zangers, veel jonge, klassiek opgeleide operazangers, in een totaal nieuwe regie. Ja. Eerst in 1995 speelden we op het grote toneel van de grote zalen. Nu spelen we gelijkvloers, zeg maar. En de regie is in handen van Jeroen Kriek, Goos Meeuwse en Helene Bittenkoer. En die drie maken er een onvergetelijke voorstelling van. Het ziet er bijna intiem uit. Ook de opstelling van de tribunes is heel bijzonder. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de Muzenzaal in Musis is een pas gerestaureerde zaal. Heeft nog die oude sfeer. Aanblik, ja. Sfeer. Ik wil eerst even vertellen dat wij niet voor niets deze muzenzaal hebben gekozen. Want ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, tussen 40 en 45, heette Musis Weermachtsheim. Hmm. Er stond ook groot met een bord op de voorzijde. En Seyss-Inquart was een belangrijke man in die tijd in Nederland. Had ook hier zijn bijeenkomsten. En Musis werd eigenlijk gesloten voor de bevolking van Arnhem. Eigenlijk mochten alleen de Duitsers, de Duitse soldaten hier film en theater kijken. Weermachtsheim. Dus ook daar hebben wij een verbinding gezocht. Die zaal, wij wilden die intimiteit vergroten door de tribune over het podium heen te maken en er een vlakke vloertheater van te maken. En het mooie is dat je dan ook het balkon ziet. En de reling van het balkon is eigenlijk de reling van het schip. Ja. Wij hebben willen bewerkstelligen dat al het publiek het gevoel krijgt om met elkaar in hetzelfde schip te zitten. Ja. En dat ook als zodanig te ervaren. Het verhaal wordt verteld dat mensen op het schip zitten, wat ze hebben beleefd voordat ze op het schip kwamen, op het schip, en wordt verteld wat er dan gebeurt als ze weer terug moeten. We zitten met elkaar in hetzelfde schuitje. Ja, want dat moet toch een verschrikkelijke gebeurtenis geweest zijn. Dat zij allemaal vertrokken, waarschijnlijk in euforische stemming, van we gaan een heleboel ellende ontsnappen. En uiteindelijk kom je op plaats van bestemming in Cuba en je mag er niet vanaf. Nee, precies. Kijk, het had een reis moeten worden naar de vrijheid. Ja. En dat is ook waarom we het nu weer natuurlijk ook ten tonele brengen. 75 jaar vrijheid, uitroepteken, maar je zou er een vraagteken achter kunnen zetten. Want nog steeds is vrijheid niet aan de hand als het gaat om mensen die vluchten voor oorlog en geweld in eigen land. Ja. Het verhaal is nog steeds actueel. Bijzonder actueel, en dat hebben we ook laten zien, of dat laten we ook zien in de voorstelling. Ja, ik ben benieuwd hoe die parallel getrokken wordt naar het heden. Zoveel mensen nog steeds op zoek naar een veilige haven. Ja, ja. Nou, in beeld zou je dat kunnen zeggen als, we projecteren ook hoor, maar in beeld zou je kunnen zeggen van, we gaan van zwart-wit beelden, 1939, naar kleurenbeelden, 2019. Ja. Dat is ook in de projecties te zien, dat is straks ook in de kleding te zien. Van het schip dus eigenlijk weer terug moesten naar Europa en zijn verdeeld over een aantal landen. Ja, en ik heb zelfs gehoord dat de mensen in Arnhem terecht zijn gekomen. In het Spijkerkwartier zelfs. In het Spijkerkwartier? Ja. Net achter? Ja, ja. Nou, René. Kunnen we dat uitzoeken, denk je? Dat moeten we uitzoeken. Mei 1939 vertrekt het schip. Vanaf Hamburg. Naar Cuba. Ja, ik heb hier een route op kaart. En dan zie je ook dat de boot gewoon van Hamburg naar Cuba gaat. Eigenlijk in één rechte lijn. En vanaf dat moment gaat het mis. Wat gebeurt er dan? Ze mogen gewoon Cuba niet in. Ik heb hier teruggevonden dat iedereen zelfs een retourticket moest betalen voor de boot. Terwijl ze een enkele reis hadden? Terwijl ze een enkele reis hadden. Dat was ook helemaal de bedoeling overigens van de Duitse overheid. Vergis je niet. En een in principe gratis doorreisvisum voor Cuba was heel duur betaald. Maar wacht eens even. De 937 opvarenden die vertrokken dus vanuit Hamburg met het idee, wij gaan via Cuba een visum krijgen voor de Verenigde Staten en daar worden we ontvangen en zijn we vrij. Ja. Dat moet echt een fantastische trip aan boord geweest zijn. Euforisch. Dus moet je je voorstellen dat je denkt ontsnapt te zijn. Je komt aan in Cuba. Ja. Er is ook een heleboel familie. Ik wou zeggen, ik heb hier een foto van familieleden die op de boot staan te wachten. Op de boot, op hun eigen bootjes. Ja. En al de familie... die bootjes varen er omheen, blij. Oh, ze zijn er, ze zijn er. En dan mag je er dus niet af. En de opvarenden van de St. Louis zitten gevangen op hun eigen schip. Gevangen op hun eigen schip. Het schip der verdoemden is het. The Voyage of the Damned. Er is een boek gemaakt. Ja. Weet je trouwens wie er ook aan boord zat? Met de passagierslijsten kun je natuurlijk... Het is zo goed gedocumenteerd. Hannelore Klein. En later moeder? Ja, heette zij Grünberg, de moeder van. Ja. Kijk eens. Ja, prachtig gezin. Prachtig gezin. Ik heb deze foto gevonden op een Duitse website. Ja. Dit is een familie uit Cloppenburg in Duitsland. Ja. Die is meegevaren met de St. Louis. Nou, niet helemaal. Oh. Want de middelste twee dochters, die konden al ontsnappen naar Engeland voordat de rest van het gezin aan boord ging van de St. Louis. Dus alleen vader Karel, moeder Selma, de jongste dochter Ilse en de oudste dochter Edith zijn aan boord van het schip gegaan. Vader, moeder en twee van de vier dochters. Ja, de middelste twee. Een verschrikkelijke verscheuring. Ja, een verscheurd gezin aan boord van een schip dat ronddolt en nergens een veilige haven vindt. En ja, uiteindelijk belanden zij dus in Arnhem, waar al een zus van Karel woonde. Zijn zus woonde aan de Prins Hendrikstraat. Aan de Prins Hendrikstraat, nummer 6. Ja. Dit is een microfiche van de Arnhemse Courant van zaterdag 6 januari 1940, waarin staat dat meneer Simon is gevestigd in Arnhem aan de Prins Hendrikstraat. Hij was veenhandelaar. Ik heb hier de adresboeken van 1940, 1941 en 1942. Ja, dat is het... allemaal hier in het erfgoedcentrum. Ja, dat is het voordeel van hier speuren. Ja. Karel Simon, veehandelaar, Prins Hendrikstraat 6. En dat is welk jaar? 1941. En dan heb je hier de Spijkerbuurt. Ja. En hier de Prins Hendrikstraat. Nou, daar moeten we naartoe. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat huis. Daphne, hier naast ons is het huis waar de familie Simon gewoond heeft. Wij staan nu bij de buurvrouw Eva en zij weet heel veel te vertellen over de familie en over alles wat er in die tijd gebeurde. Zullen we even aanbellen? Dat wil ik heel graag horen. Dus even kijken of ze er is. Nou, even aangebeld. Even kloppen. Ach, hey Eva, hallo, hoe is het? Goed. Ja. We gaan even praten over de bewoners van nummer 6. Ja. Een bijzonder adres, in ieder geval voor ons. We hebben er ook het een en ander over uitgezocht. Want de familie Simon is hier... Nou, niet de voltallige familie Simon is hier terechtgekomen, hè? Klopt, ja. Dus zijn vader, moeder en hun jongste dochter zijn hier op nummer 6 terechtgekomen. En er waren nog 3 andere dochters? Ze hadden 3 andere dochters. De familie Simon kwam uit Duitsland, uit Neder-Saksen. Na de Kristallnacht is aangeboden aan mevrouw Simon, is de man opgepakt. En de vrouw is aangeboden om haar 2 middelste kinderen met de kindertransporten naar Engeland mee te geven. En daar is zij op ingegaan. Ja, ze had natuurlijk ervaring met het opkomend geweld. Dus ze zagen ook wel dat het allemaal niet goed af ging lopen. Dus mevrouw... Dat moest ze besluiten zonder dat haar man erbij was? Dat moest zij besluiten zonder haar man erbij. Haar man was, zat gevangen in Oranienburg en dat heeft een week of 4 geduurd. En in die 4 weken zijn de middelste 2 dochters dus meegegaan met de kindertransporten naar Engeland. En toen kwamen ze hier terecht. Ze zaten dus met 2 dochters op het schip, op de St. Louis. En uiteindelijk via Antwerpen en Rotterdam en tijd... zijn zij hier met z'n 4 terechtgekomen? Ja, nadat meneer Simon uit Oranienburg... werd hij vrijgelaten. Joden werden vrijgelaten op voorwaarde dat ze het land zouden verlaten. Want Duitsland moest judenvrij zijn. En zijn ze dus meegegaan met de St. Louis. En dat zijn in eerste instantie de oudste dochter Edith, de jongste dochter Ilse... En de heer en mevrouw Simon zijn dus meegegaan met de St. Louis. En hebben zij alle 4 hier gewoond? Toen de St. Louis terugkwam in Antwerpen, is de familie Simon een tijdje in Rotterdam gebleven. Waarschijnlijk om de oudste dochter nog mee te laten gaan met een laatste transport naar Engeland. En die is naar Engeland gegaan en later naar Amerika. En die drie dochters die hebben het leven ervan afgebracht? Ja. Dat is een heel ander verhaal voor de familie Simon die hier is terechtgekomen. Ja, dat is een heel ander verhaal voor de familie Simon die hier terecht is gekomen. Die zijn in 1943 opgepakt en eerst naar Westerbork gestuurd en vervolgens naar Sobibor. Waar ze meteen vergast zijn, want in Sobibor werd gewoon niet meer geselecteerd. Nee. Om dat vreselijke woord maar te gebruiken, daar werd je meteen vergast. Dat was op 21 mei 1943. Maar is het een heel groot pand. Het is nu in tweeën gesplitst, destijds niet. Woonden er nog meer mensen in het pand? Ja, er woonde de zuster van meneer Simon, Els... nou, ik ben even de naam kwijt. Gerson, ja. Gerson woonde hier. En haar dochter. Nee, haar dochter weet ik echt niet. Er woonde ook nog meneer Stern. En dat is waarschijnlijk een zwager van Selma. Dus de mevrouw Simon. Want die was... waarschijnlijk getrouwd met haar zuster. Maar waar die zuster dan was, dat weet ik niet. Mm-hmm. En, dus ja, die mensen wonen hier. Dus de familie Simon, de schoonzuster en een zwager... die dus niet de man was van mevrouw Gerson. Ja. Ja. Maar een verschrikkelijke geschiedenis natuurlijk. Maar er zijn zoveel meer van dit soort verhalen... in deze wijk alleen al, hè? Ja, eigenlijk kun je gewoon zeggen dat de Duitsers hier heel succesvol zijn geweest, want vrijwel niemand heeft overleefd. Mm. Het is, als je gewoon de lijst ziet van alle Joden die hier geregistreerd gewoond hebben, dan is er gewoon vrijwel niemand teruggekomen. Ja. Je bent samen met een aantal buurtbewoners bezig om een herdenkingsmaaltijd te organiseren en een wandeling. En daarbij heb je ook een inventarisatie gemaakt van het aantal huizen waar Joden hebben gewoond die vervolgens gedeporteerd zijn en vermoord. Hoeveel huizen gaat het om? Het gaat om 59 adressen in het Spijkerkwartier. Zo. 59 adressen alleen hier? Alleen in het Spijkerkwartier, ja. En daar ben je ook onderzoek naar aan het doen geweest. Wat doet zo'n onderzoek met je? Ja, dan wordt het van een getal, wordt het opeens mensen. Dus je kunt wel zeggen 59 adressen en een paar honderd. Ik weet niet precies hoeveel mensen betrokken zijn. Maar op het moment dat die mensen namen krijgen, dat ze beroepen krijgen... dat je weet wanneer ze getrouwd zijn. Of zelfs onder welke omstandigheden. Want er zijn natuurlijk ook nog wel wat mensen in Westerbork getrouwd. Als je foto's ziet, ja, dan komt dat heel hard binnen. Mm-hmm. En dan denk je van... dat je dat al die tijd hier gewoond hebt... zonder dat je die mensen... überhaupt maar op je beeld, op je netvlies had. René, wat een zoektocht. Wat zijn er ontzettend veel mensen die geen veilige haven hebben. Ja, nou je dat zegt, Daphne, heb jij een veilige haven thuis? Gelukkig wel, ja. En jij? Ik hoop het wel. En we hopen voor u ook.